Want ik zei aan het begin zojuist, wilt u even naar ahslides.com/UZ1 gaan? En daar staat ook verschijnt er ook een QR-code in beeld. En die verschijnt nu vast ook in beeld. Daar staan een paar vragen klaar, namelijk over uw achtergrond en nog zo wat. Ik ben wel benieuwd naar wat er is ingevuld. Dus ik ga eens even achterom kijken. Want we hebben natuurlijk een aanmeldingenlijst waarop we kunnen zien wie zich heeft aangemeld. Maar wie er dan online zijn, is dan toch ook wel weer extra handig om even te vragen. We zien heel veel mensen in ieder geval uit zorginstellingen. En daar staat staf, ... bij mij. Maar ik weet dat dat dan, laten we zeggen, de ondersteunende management- en stafachtige functies zijn. Dit is ook een zorginstelling, dat zijn de zorgprofessionals zelf. Dus de verpleegkundigen, verpleegkundig-specialisten, artsen, et cetera. U kunt nog gewoon blijven invullen hoor, ik zie dat dat ook gebeurt. Verder veel mensen uit onderwijs en onderzoek valt me op en aardig wat uit overheid. Patiëntenvertegenwoordiging natuurlijk. En we hebben ook nog overige. Dat is ook nog een flinke groep. Ik weet bijvoorbeeld dat daar farmaceuten bijvoorbeeld op de lijst stonden. Dus die zullen daar onderwijs ongetwijfeld tussen zitten. En de koepelorganisaties verschijnen nu ook. Dus wel een heel mooi gemêleerd beeld. Dat is wel mooi. We vroegen ook aan u, wat weet u van uitkomstgerichte zorg? Nou, kijk eens aan. Toch een flink deel weet daar best al wat aardig van. Dus dat, dat geeft ons de ruimte om de diepte ook in te gaan de komende dagen. Maar toch ook flink aandeel, zo ongeveer, dit zijn aantallen denk ik, geen percentages, maar laten we zeggen, een derde tot met misschien wel, ongeveer een derde, denk ik, die zeggen, ik hoor wel eens wat voorbij komen of het is voor mij allemaal vrij nieuw. Dus dat betekent dat we de diepte in kunnen gaan, maar dat we het ook wel toegankelijk moeten houden door telkens even goed bij het begin te beginnen. Gaan we als tip in ons achterhoofd houden. Laatste vraag om voor nu even van AH-slides te bekijken. Is waar denkt u dat de meeste terreinwinst te boeken is om uitkomstgerichte zorg verder te brengen? U kon er twee kiezen. En daar komen met stip, er komen eigenlijk drie met stip naar boven. Dat is hier de leer- en verandercultuur. Dat is bij mij de donkere balk. Daar ziet u, verwacht u veel heil van. Samen beslissen. Dat is de gele balk bij mij, die staat bijna helemaal links. En het verzamelen van uitkomstinformatie, het ontwikkelen daarvan, helemaal links. Dat is ook een belangrijke. En toch ook de inzet van ICT. Dat komt misschien een beetje door het gesprek wat ik net met Niklaas heb gehad. Maar wellicht dat hij dat ook van tevoren al zo zag. De organisatieverandering bij zorgaanbieders, die krijgt de minste stemmen, zou je kunnen zeggen. Dus daar ziet u de minste winst te behalen. Interessant. Ik neem deze uitkomsten mee, want we gaan door naar de volgende stap. We hebben het gehad over wat uitkomstgerichte zorg is. U heeft een animatie gezien. We hebben er wat dieper op zijn er wat dieper op ingezoomd met Niklaasinga. En we hebben natuurlijk een praktijksituatie helemaal aan het begin besproken. We gaan nu eens wat verder inzoomen op wat het programma uitkomstgerichte zorg precies doet. En daarvoor ga ik naar de trekkers van de lijnen.